wat gebeurt er in de hoop? Wat je daar ziet is toch eigenlijk een vorm van roofkapitalisme. Een reder stuurt een schip op zee waarvan hij weet dat de kans groot is dat het naar de knoppen gaat, met de bemanning daarbij, en dat hij daar winst zal uithalen. Hij profiteert van zijn eigen corruptie, roofkapitalisme. Nou, en daarvan zijn nu natuurlijk voorbeelden genoeg. Ik zag gisteravond op televisie bij Nova een vergadering van Fortis. Want wat gebeurt daar? Die leiding van Fortis, ja, dat zijn mensen die toch een paar miljoen per jaar verdienen, nog los van de bonus die ze even zo goed opstrijken, ook al hebben ze de zaak verkloot. En daartegenover zitten aandeelhouders. Sommigen hebben heel veel geld, sommigen hebben helemaal niet zoveel geld. En die zijn hun geld gewoon kwijt. Die zijn geplunderd. En die zijn door Fortis zelf het laatste jaar gestimuleerd om extra aandelen aan te kopen, terwijl de raad van bestuur al lang wist dat het slecht ging met dat bedrijf en dat de kans reëel was dat die koers zou kelderen, dat die mensen dat nooit terug zouden krijgen. Ik denk dat is een hele reële hedendaagse parallel van Op hoop van zegen. En ik denk zo'n Reder Bos was in die tijd was ook een hele getapte gast. Die had het gemaakt. En wat school daar nou voor kwaad in? Ja, tot het een keer echt grondig misgaat en iedereen denkt, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, dit hebben wij laten gebeuren doordat er iets mis is met onze moraal. Ik denk zo'n soort omslagpunt zie je in zijn tijd en zie je op een andere manier ook in onze tijd. Mensen, het is echt bijna als een soort credo van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat zei ik nou? Even zegt, mensen komen niet in opstand tegen hun situatie omdat ze het slecht hebben. Mensen hebben het altijd slecht gehad. Mensen komen in opstand tegen hun situatie omdat ze beginnen te vermoeden dat ze het beter kunnen krijgen. Daar begint het. Iemand moet mensen vertellen. Ja, er moet perspectief zijn. Er moet een perspectief zijn. En dat is wat Geert betekent en dat is wat in het verlengde van Geert ook Jo betekent. Het begin van een idee van dit is niet vanzelfsprekend. Heijmans was een bij uitstek religieus mens. Maar voor hem viel zijn geloof samen met het socialisme. Wat voor veel Nederlanders in die tijd en nog steeds een heel raar idee is. Want de socialisten, dat zijn toch juist de atheïsten. Maar Heijmans zei, het probleem met het geloof zoals wij dat kennen, of het nou gereformeerd is of katholiek, dat is het soort geloof dat mensen van alles verbiedt en eigenlijk ten koste van de mens functioneert. Hoe ze kijken naar de zee en naar verzuipen als zo'n schip naar de kelder gaat. Het idee dat kan gebeuren, de zee die geeft, de zee die neemt. Daar hebben ze geen bezwaar tegen. Dat is zeg maar het geaccepteerde prijskaartje wat eraan hangt. Ja, dat is bijna een soort pantheïsme van, nou ja, goed, ik verzuip, ik ga daar ten onder. Ik ben daar weer voedsel voor het leven in de zee. Dat leven in de zee wordt door mijn kinderen en mijn kindskinderen weer opgevist. En wij leven daar weer van. Dat is de vitale cyclus van het leven. Is het niet heerlijk dat onze adem zich vermengt met de walm der graven? Ligt er geen rijke melancholie in de bepeinzing der bomen wier wortelen doorbreken vermolmde doodskistwanden? Leven of dood, ik verander en vervorm. Er is nooit stilstand. De doden herleven in mij elk deel van een seconde. Het mogen u lachwekkend voorkomen, maar elke ademhaling brengt u in contact met een gestorven mens, dier, plant, met al wat op deze aarde organisch en anorganisch is. Wat gij dood noemt, leeft. Er is geen dood.